Hoe zeg je in hemelsnaam dat je minister-president wil worden? Even scherp doorgetrokken, sta je onder de verdenking dat je het voor jezelf doet in plaats van voor de samenleving? Ik wil gewoon problemen oplossen die er zijn. Zorg dat mensen daar een beetje gelukkiger van worden. Ik moet vies terugdoen tegen Verhagen en ik moet staatsmanachtig terugdoen tegen Balkenende. Gebruikt u zulke woorden tegen mij terwijl u voorstelt om... Wof. Begrijp maar niet waarom al die journalisten blijven schrijven dat ik de gedoodverfde premier ben en dat wij wel even zullen winnen. Nog nooit een zittende premier verslagen is die de economie mee heeft. Hier onze partijleider, toekomstig premier van Nederland, Wouter Bos. Nooit eerder verschafte een politieke partij zoveel inzicht in wat zich daadwerkelijk achter de schermen afspeelt. Nooit eerder ook legde een politiek leider zo openhartig rekenschap af over zijn voorbereiding op de strijd om het leiderschap van Nederland. Vandaag het tweede deel in Tegenlicht. Programmamakers Rudy Boon en Kees Brouwer over Wouter Bos en zijn dagboeken. Van het grote RTL-debat, het afgelopen radiodebat, ging niet zo goed als ik gehoopt had. Je merkt ook dat de kopjes her en der een beetje gaan hangen, dus het is wel enorm essentieel dat dit debat goed gaat. Als ik dit debat verlies, dan is het bekeken. Als ik dit debat win, maken we een kans. Kijk, het goede van jou is dat je heel erg goed kan improviseren en dus ook dat debat gewoon kan doen, op basis van al je kennis en zo. Kijk, hij zal dat gewoon een beetje uit zijn hoofd doen, de statements die hij heeft voorbereid. Maar het nadeel daarvan kan zijn, als je je te veel laat meeslepen in het debat, dat je dus vervolgens alleen maar, zeg maar antwoord zit te geven op die aanvallen. En dan word je defensief. Dus je moet heel snel doorschakelen naar gewoon je eigen verhaal en je eigen boodschap. Dus laat je niet aanpraten dat je in defensief gaat. Algemene vraag. Wat verwacht u eigenlijk van dit debat? Ik hoop dat dit debat gaat over de grote vragen waar wat mij betreft de verkiezingen ook over zouden moeten gaan. In wat voor Nederland wil je leven? We hebben nu meer solidariteit, want vroeger was het lastiger om je te verzekeren. Er is meer solidariteit gekomen. Je moet wel durven, hè? Je moet wel durven. Gehandicapten die iedere keer een no-claim kwijt zijn. Ingebouwd, en dat vind ik een verworvenheid. En dat je oog moet hebben voor de kwetsbaren. Maar noem mij nou eens drie voorbeelden van iets dat u de afgelopen jaren gevraagd heeft aan de mensen in Nederland met de allerhoogste inkomens. De mensen met de allerhoogste inkomens. We hebben gezegd, de mensen in het bedrijfsleven moeten eerst de zaak maar transparant maken, een code tabaksblad. De mensen heeft u van ze gevraagd? Ik heb vervolgens gezegd, degenen die bij de overheid werken, dan moeten ze goed kijken van kunnen we tot een normering overgaan. Maar goed, geef me dan twee voorbeelden. Geef me twee voorbeelden van maatregelen die u genomen heeft die alleen de mensen met de hoogste inkomens om een bijdrage gevraagd hebben. De mensen met de hoogste inkomens betalen de hoogste belastingtarief. Dat zijn twee. We hebben gezien dat mensen... Geef je mij één voorbeeld van iets wat u gevraagd heeft aan mensen met de allerhoogste inkomens. Er zijn ook één voorbeeld en ik ben tevreden. Meneer Wester, ja, ik moet het recht even zelf doen. Oh, dodelijk! Dodelijk! Ik zit te denken aan de tijd dat de heer Bos nog staatssecretaris was. Nou, Cielo, die mag erin dadelijk, hoor. Wie heeft nu gezorgd? Ik kan zeggen knock-out, weet je wel. Van 60%. 10 tellen. 60%. Nou, gek, hè? Gaat lekker. Wie heeft gewonnen? Tweede plaats is geëindigd, meneer Balkenende. Toch, anders dan u verwacht had. 46% voor Balkenende. 50% voor Bos. Oké, dus het is een nipsoverwinning, maar ook statistisch gezien wel degelijk. Ja, ik zou op basis van deze steekproef durven zeggen dat dit wel een nipte, maar wel een duidelijke overwinning is. En wie hebben we nodig? Wouter Bos! En wie is de winnaar? Wouter Bos! Zo. Zo, niet verdekend, man.
Is die goed? Een petje af, man. Ja? Echt, jezus. Ik heb dat 3 keer uitgelegd hoe het zit, hè? Ja, nee. Zo. En hij ontkent de huren niet, hè? Nee, hij ontkent de huren niet. Hij erkent dat hij aan de hypotheekrente is gekomen. Ja. Dus ja, dat is briljant. Goed, nou, ik heb volgens mij alleen maar in defensief gezeten die paar keer dat Frits Westen me afkapt en ik nog wat wilde zeggen. Maar ja, goed, dat hoort erbij. Ja. Hm? Maar hij heeft nergens een offensief punt gemaakt. Nee. Welke nee. Is mijn indruk. Nee. Goed. Ik vind het leuk, jongens. Ach, weet je, na zo'n avond, als het allemaal niks wordt, dan heb ik in ieder geval gegeven wat ik heb, toch? Precies. Ja, het gaat super. Dat is het belangrijkste. Ja. Ik bedoel, ik weet nog steeds niet of we gaan winnen of verliezen, maar als we op deze manier doorgaan, dan heb ik in ieder geval alles gegeven, weet je? Dit is weer de oude spirit van 2003, wat we hebben. Met genoegen en waardering voor uw komst naar de Kempen mag ik u namens de Partij van de Arbeid van deze regio een kleine herinnering overhandigen. Namelijk een beeldje van de contente mens, een symbool van de Brabantse bevolking in deze streek. Laten we er vooral aan denken dat ondanks alle politieke geharrewar in de verkiezingsstrijd er gelukkig een heleboel contente mensen leven in Nederland. Fantastisch geld. Als er geen minister-president is, is het een hele grote taak. Ja. En ik zeg tegen iedereen die op de Partij van de Arbeid stemt, heeft later zo'n prettig gevoel. Dankjewel. Ik heb een bosje rozen voor u meegenomen. Ik word zelden zo mooi en warm ontvangen als u nu gedaan heeft. Dank u wel. Kijk eens, de contente mens. Ja. Fantastisch. Ongelooflijk wat de Telegraaf ons flikt deze dagen. Haal ik in een interview mijn schouders op over het feit dat er al 3 jaar lang aanslagen gepleegd worden op mijn karakter. Krijg je dat terug als dikke kop boven het interview. En is al dat schouderophalen natuurlijk verdwenen. En in plaats van laconiek lijkt het nu klagerig. En kan ik me dat weer 2 dagen gaan zitten uitleggen aan iedereen. Dus weer 2 dagen kwijt dat je het niet over de echte zaken kunt hebben. Stom. Nou ja, ik bedoel, welke keuze hebben we straks? Ik hoop dat Jan Marijnissen, misschien wel Marijnissen dan met de PvdA en het CDA samen. Ja. Misschien wil hij dat wel. Want u heeft het dan ook nodig. Ik zal het hem zeker vragen. Maar we weten het pas na. Desalniettemin denk ik in politiek opzicht dat het uitermate belangrijk is dat de Partij van de Arbeid nu inderdaad haar koers gaat verleggen en te zeggen van het is absoluut noodzakelijk dat we toch naar links gaan. Ja. Want we hebben niets te zoeken bij het CDA. U zegt eigenlijk hij moet zich afwenden van het CDA. Ja, dat heb ik een aantal keren gezegd. Ja. En hij moest zich dus wenden van tot dit CDA, tot de SP. Ja. Tot GroenLinks, tot SP en GroenLinks. SP. Moet een linkse combinatie. Ja. Nou, Margrethe Boer en Joop van den Berg doen ook een duit in het zakje. Friends like this, you don't need enemies. En ongelooflijk slecht geïnformeerd trouwens, die Margreet. Alsof ze niet lijkt te weten dat wij, of dat ik juist de eerste PvdA-leider ben die het überhaupt mogelijk heeft gemaakt om met SP en GroenLinks te praten. En dan praat zij over dat we de linkse optie afgesloten hadden en zouden lonken naar het CDA. Wat een kolder. En hoe deloyaal ook eigenlijk. Ook niet even van tevoren vertellen dat je zoiets gaat doen. Nou ja, oud-gedienden hadden me lang geleden gewaarschuwd dat dit soort dingen altijd gebeuren als het even tegen zit. Dus in die zin was ik er ook al voorbereid. Deze zal ik nog op mijn buikje iets hier genaaid zijn. Ja. Niet te geloven. Ja. Er zijn dus helemaal geen excuses gemaakt, hè? Nee, heeft het CDA dus aan Telegraaf gezegd. Bos heeft excuses gemaakt. Telegraaf heeft ons niet opgebeld. Het gewoon zo opgeschreven. Daar vecht je dus tegen. Niet te geloven. Ja, nou, ik weet wel wat ik heb ingesproken op zijn voorstel. Niet dat we excuses maken. Had u nog briljante gedachten rond het armoede-welvaartblok? Nu leg je de lat weg. Hij legt de lat zo hoog. Ja. Poeh, deze campagne is wel heel anders dan die bij de gemeenteraadsverkiezingen. Toen ging alles goed, ook intuïtief. En nu gaan er zoveel kleine dingetjes fout. Elke week zijn we wel wat aan het corrigeren.
lijkt ook dat als zo'n patroon eenmaal ingezet is, dat het dan door blijft gaan. Maar allemaal kleine dingetjes en grote dingetjes door elkaar. Ja, bij die zorg moet ik ook maar dat iedereen in verpleeg- en verzorgingshuizen zelf moet gaan betalen. Hè? Voor zijn eten en voor zijn huur. Misschien ook weer terugbrengen rondom dat begrip zekerheid. Hè? Wat voor zekerheid biedt u? Is het in deze hele verkiezingscampagne dat u mensen zekerheid wil bieden? Wat voor zekerheid biedt u die mensen nou eigenlijk? Nou ja. Kom op, Rutte. Schiet op, man. Hey, Hans. Hoi, hoe is het? Het is een beetje wat ik leuk vond met al dat verschil die we hebben. Maar dat was aardig idee van ik bewonder uw werklust en zo. Ja. Dat was aardig. Zeker. Het is een programma nog gezegd van er is niemand die zo hard werkt als banken in Nederland. Ja. Dus waarom moeten die anderen dan zoveel verdienen? Ja. Ja, ik zo. Wat mensen dan zeggen van u heeft een kom. Het is voor mij ook nieuw om te merken dat mijn intuïtie me in de steek laat. Vorige campagnes die ik gewonnen heb bij de gemeenteraad of zelfs in januari 2003 ging heel veel dingen heel goed omdat mijn intuïtie klopte. Net de goede reactie op het goede moment, de juiste woorden. En daar maak ik ook fouten deze keer. Ik weet niet goed hoe dat komt. Ik vermoed dat het komt omdat de campagne zo hard en zo persoonlijk is af en toe. Dat me toch meer van mijn stuk brengt dan ik wil. En dat ik dan te veel ga nadenken en onvoldoende op mijn intuïtie vertrouwen. Heel merkwaardig. Ik weet niet goed waar het aan ligt. Zal ik ook meedoen? Ik wil gezellig. Doe dat nu even. Oké. Okay. Nog één. En nog eentje. Ja, er wordt meegeknipt. Oké. Okay. Ja, je moet wel naar huis. Dat probeer ik ook. Mag ik even slapen? Heb jij nu? Okay. Dat wil ik niet weten. Vanochtend kon ik een paar uurtjes uitslapen, gelukkig. Ja. Daar word je vaak ook alleen maar moeier van hoor, als je gaat slapen. Ja. Jij zit bij Nova vanavond. Ja. In Limburg blijft een bijzonder sfeer. Afgelopen zondag het was echt leuk. Is het leuk? Ja. Al jarenlang daar extra geld voor uit te trekken. Integendeel, u heeft het alleen over bezuinigen. U heeft het over marktwerking. Er gaan miljarden komen erbij in de zorg, dat weet u ook. Er komen miljarden bij in de zorg. En ook omdat het hard nodig is. En weet u wat op een gegeven moment de boodschap van het Centraal Planbureau was? Het kan echt anders. Je kunt meer presteren tegen hetzelfde geld of soms zelfs minder geld. Maar weet u wat? En dan vind ik dat u te veel... Ik denk dat u te weinig op die nieuwe ontwikkelingen let. Nee. Het zijn te veel oude verhalen. U laat dingen zoals ze zijn. We hebben een verdieningsstand. U haalt het Centraal Planbureau aan, dan haal ik ze ook aan. Het Centraal Planbureau zei ten eerste, u bent kampioen marktwerking. Zelfs de VVD voorbij. Ten tweede, de resultaten van uw plannen zijn dat straks nog ziekenhuizen en zorginstellingen failliet gaan. En dat er 4000 mensen ontslagen worden. In onze plannen komen er 4000 bij. Dit is weer de bekende karikatuur. Het CPB, heeft duidelijk gezegd zwart op dat er zeer kansrijke ontwikkelingen zijn met de visie van het CDA op de zorg. En het zal op die kant uitgaan. En wat u doet is veel te veel steken in conservatisme. En als ik zie wat we kunnen doen in de sfeer van de zorg, dan zie ik vernieuwing ontstaan. Kom, ik geloof er niks van. Ik, Echt enorm? Nou, vind ik niet. Je was nu eerlijk, hè? Het is niet aardig zijn voor Wouter omdat hij anders in het dip raakt. Nee, joh. Gewoon eerlijk. Zal ik eerst zeggen wat ik vind dan? Ja. Volgens mij ben ik geen moment ontspannen overgekomen op camera. Heeft iemand het op tv gevolgd? Ja. Oké, volgens mij was ik alleen maar gespannen. Ik zal straks over zeggen, voor mij is het niet zo. En B, het was gewoon een ongelooflijk schreeuwerig debat. Ja. De SP stijgt weer van 2. Nee, dat is ingeleverd, jongens. Ja. Ik denk het. Ja. Nou, jullie worden bedankt. Wat een tour, hè? Ja, joh. Het is aanpoten. Ja. Jullie hebben binnen wat maquettes staan, geloof ik. In, buiten. Oh, buiten. Oh, ik dacht dat ik even naar binnen moest. Goedemiddag allemaal. Op een wiebelige zeepkist probeer ik te blijven staan. Het gaat op 22 november om veel meer dan om het kapsel van Jan-Peter Balkenende of de glimlach van Wouter Bos.
Het gaat erom in wat voor land we willen wonen. Welke kant we op willen met Nederland. We gaan nu investeren in de zorg. Investeren in die mensen die het hardste nodig hebben. De verschillen tussen arm en rijk. Tussen ziek en gezond. Tegenstelling ook tussen autochtoon en allochtoon. Het land is er ook niet socialer op geworden. Het land is er ook niet sterker op geworden. En als er één ding is wat ik wil in Nederland de komende jaren. Is dat we die verschillen weer gaan terugbrengen. Ja, denk je dat? En dan is deze campagne afgelopen. En u weet wat dat betekent. Het is nog 48 uur en 55 minuten en dan hebben we gewonnen. Nu beginnen we eindelijk in de peilingen iets terug te zien van herstel en de SP die terugloopt. Too little too late, ik weet het niet. Ik weet het niet. Het blijft ongelooflijk spannend en moeilijk. Nee, maar niet serieus. Ga erom. Water? Ja? Nog één ding? Jij gaat ook mee. Heb ik dossiers? Ja, maar ik heb daar in. Ook vanmorgen al? Nee. Oké. Okay. Komt Simon mee, toch? Ja. Dat ga ik vanuit. Ja. In Irak moet je dus heel eventjes kijken naar NRC pagina 3. En Bert is beschikbaar om nog te kennen. Die heeft vandaag een heleboel dat vragen. Dat is wel dat complot. Ja. Ja. En ik doe even dus af en toe ook de overhemd nog een beetje zo. Ja. Maar ik bedoel, op al die punten zal hij kunnen... Zal hij kunnen riposteren met dingen die hij gedaan heeft en dat hij het ook erg vindt. Je moet dus dingen vinden waar hij geen makkelijk antwoord heeft. Eén insteek is de platte. Hoezo normen en waarden, moet je kijken wat er in verpleeghuizen gebeurt. Oké. Tweede insteek van normen en waarden. Huh? Je zegt het heel stom, maar zo plat is het. Ja, het is de meest platte. De normen en waarden bij de mensen in het land is aangeslagen niet vanwege de verpleeghuizen. Maar vanwege het feit dat er vuilniszakken op straat gegooid worden en dat er onbeschoft gedrag is. Zeker. Dus daar versla je hem niet op. Je verslaat hem alleen op dat solidariteitspunt. Daar is hij als de dood voor, want dat is wat zijn achterban ook niet bevalt. En daar, dat is het cruciale punt, dat is ook het cruciale verschil tussen het CDA en de Partij van de Arbeid. Het gaat om hoe je... In dit geweldige land, we zijn allemaal, als land zijn we hartstikke rijk. Hoe ga je met de verdeling van die rijkdom om? Dat is de cruciale vraag. Die kloven moeten kleiner. Dat is toch jouw normen- en waardenverhaal? Daar gaat het ons toch om. Daar zijn we toch voor opgericht. Zeggen we nou onze waarden en wat ons betreft de waarden die de komende jaren meer centraal moeten komen te staan en die ontbroken heeft de afgelopen jaren, is solidariteit en daar een hele riedel omheen? Of zeg je... het is allemaal leuk en aardig dat we meer respect voor elkaar moeten hebben en beter met elkaar om moeten gaan. Maar dat lukt alleen maar als. Ik zou het tweede vind ik een beetje zuur. Zo van, ja, je hebt dat nou wel gezegd, maar ik vind eigenlijk iets... Terwijl als je dat eerste doet, dan ga je puur en alleen vanuit je eigen fundamenten uit. Zoals je ook wel eens vaker in interviews hebt gezegd van, what makes him tick? Waarom sta jij daar? Waarom ga jij door die enorme toestand om leider van zo'n partij te worden? Waarom daag je hem uit in die strijd om de leiding van dit land? Wat is jouw ultieme drijfveer? Dat is die solidariteit. Dat is jouw ultieme drijfveer. En dat moet je op dat moment onder woorden brengen. En niet gerelateerd aan Balkenende. Echt wat jij wil. Het eindbeeld moet zijn van soeverein. Iemand die volledig op een rijtje heeft wat hij wil doen als hij dat torentje betreedt. De laatste week loopt goed, lekker fel, redelijk inhoudelijk. In de peilingen zien we het allemaal nog niet zo terug, maar nou ja, dat komt misschien ook vertraagd. Hoor je dat, Wouter? Allebei 4 zetels verschil. Bij NOVA is het 41-37. De hond was op 3 zetels verschil.
Ja, maar dat is nu een soort afrondingsverschil van 42 naar 38. Het is gewoon stabiel. En maar ze staan dus feitelijk nu allebei. Dus gewoon in feite sta je dan gewoon gelijk, hè? In feite sta je dan gewoon gelijk met al... Ja, het is toch zo. Maar wat zijn de afzitten zetels? 41, 37. Okay. Dus wij zitten gewoon lekker in de lift. Dan gaan we gewoon... Wat luister je, jongen? Wat luister je? Wat luister je? Ken je dat? De chauffeur is een oude getrouwe. Goed. Wie is het? The Verve. Lucky man. Hey. Je bent al luisteren. Even ontspannen. Het is geen preek, het is geen reden. Het is muziek. Ik kan zeggen, ik laat het niet gebeuren dat de kwetsbaarste mensen in dit land de slachtoffer van worden. Dat deed Lubbers, dat heeft u nagelaten. Balkenende, kort. Meneer Bos. Meneer Bos, hoe kunt u mij nu passiviteit verwijten? Als ik zie wat wij de afgelopen jaren hebben gedaan om te zeggen van we moeten de economie versterken. We hebben het over armoede. En wat is het effect, meneer Bos? En al die jaren dat we het met elkaar hadden over armoede. En dit is antwoord. Wat is het effect, en het weet u net zo goed als ik, dat het niveau van de armoede volgend jaar het laagste is sinds 1990. En in plaats dat u nu zegt van laten we zaken nog verder versterken, laten we zorgen dat ik nu beter draait, komt u met een verwijt van passiviteit. Dat is het voor vanavond. De lijsttrekkers zijn de afgelopen weken zeer in touw geweest. We hebben ze veel gezien en morgen is het eindelijk uw beurt. De stembureaus zijn vanaf 7:30 open. Net het slotdebat achter de rug, ik vond het niet goed gaan. Ik voelde toch ook iets van moeheid. Hoewel Jan en Femke en ik heel eendrachtig optrokken, had ik ook vaak het gevoel dat zij de dingen zeiden die ik net wilde zeggen. En dan was ik er toch net een seconde te laat bij. Ik vond Balkenende erg goed. Dat wil zeggen, voor zijn achterban was die volgens mij erg goed. Geen flauw idee hoe dit gaat uitwerken. Ik pak even spullen en loop nog even naar mijn kamer. Ja, goed. Zie je. Op met deze campagne ook een aantal keren flink onzeker gevoeld, omdat het zo heftig was en er zoveel verschillende adviezen van Jan en Alleman waren. En als je daar je verhaal de hele tijd op gaat aanpassen, dan verlies je op een gegeven moment jezelf ook. Dus dat heb ik ook maar niet gedaan. Maar moeilijk is het wel om op zo'n moment koers te houden en je van niks en niemand wat aan te trekken. En op het moment dat je als politicus alleen maar gaat denken over welk verhaal je moet houden om zoveel mogelijk stemmen binnen te halen, dan vertel je op een gegeven moment een verhaal dat niet meer van jezelf is. En dat moet je ook vermijden. En misschien is dat nog wel het moeilijkste de laatste weken. Ik denk dat één ding voor ons voorop moet staan. Stel dat wij wat kleiner worden dan we hopen en de SP wat groter dan ze nu zijn. Dan betekent dat eigenlijk vooral dat...
de buit die wij willen binnenhalen om eventueel in een coalitie met het CDA mee te doen, alleen maar groter zal moeten zijn voor ons. Ik bedoel, en naarmate de SP kleiner is, hoeven wij minder herkenbaar te zijn. Naarmate de SP groter is, zullen wij nog herkenbaar. Dus het is heel paradoxaal eigenlijk. Dat naarmate wij kleiner worden, de prijs die we moeten vragen voor regeringsdeelname hoger is. En dat betekent dat we, denk ik, in ieder geval in eerste instantie bepaald geen gretigheid zullen moeten uitstralen, op wat voor manier dan ook, over dat we willen regeren. Maar zo gauw de vragen gaan in de richting van samenwerking met het CDA, zou ik zeggen somberheid troef. En we moeten vanaf het begin hard to get spelen. Ja. Echt. Niemand enige gretigheid. Ja. Dan, wat zijn de elementen die in een speech van mij moeten zitten? Bedankt. Dank voor het feit dat u mij als premier van uw land wil, uiteraard, als eerste. Maar stel dat het nou niet uitkomt, wat dan? Het is verkiezingsdag. Nu is het gewoon een kwestie van afwachten. Ik denk dat we het niet redden om de grootste te worden. Ik denk dat er een gat blijft van ergens tussen de 3 en de 6 zetels. Ja, en ook al had ik dat eigenlijk ook vanaf het begin verwacht, ik wist hoe moeilijk het was, is dat toch ook wel weer teleurstellend dat het dan niet lukt. Maar goed, de hoofddoelstelling is natuurlijk eigenlijk om te zorgen dat CDA en VVD niet samen door kunnen. En dat er in ieder geval een socialer kabinet komt. En die doelstelling die lijkt me wel binnen bereik. Maar ja, voor een paar uur weten we het. Dat worden er 6 voor GroenLinks. En dan komen we natuurlijk naar de partij waar iedereen nieuwsgierig is. Wat gaat het worden, de SP? Grote winnaar de afgelopen week, in ieder geval in de peiling. Maar wat vertelt deze prognose? Nou, in ieder geval winst, dat lijkt me duidelijk. Jan Marijnissen. Juist! Yes. 21 zetels bij en komt uit op 30. Nou, dan zitten wij daar maar 1 zetel boven, denk ik. Dan zie ik toevallig de kandidatenlijst van de SP. En dan zie ik dat bijvoorbeeld Luc Nooshuis op nummer 30 staat. Dus die komt wellicht in de Tweede Kamer. Dan de Partij van de Arbeid. 42 zetels hadden ze in de Tweede Kamer. 31. En laten we eens kijken 31. Wat er is gebeurd met die partij. Een fors verlies. 8 zetels minder. De Partij van de Arbeid van Wouter Bos komt uit op 34 zetels. Ja, en dan is het niet moeilijk om te rekenen wat de grootste partij wordt van Nederland. Het CDA had 44 zetels. Toch een behoorlijk verlies, maar ze blijven de grootste. 38 zetels, een min van 6. Geen meerderheid. Maar naast bestaat Frits Westen. Frits, nou ja, moet ik zeggen, wat vind jij ervan? Vertel maar, wat vind je het meest opmerkelijk? Nou, allereerst, wat een slagveld. Echt, wat een slagveld na 2002. Het ellendige is dat ik een minuut nadat we verloren hebben eigenlijk al meteen weer bezig moet zijn met al het volgende. De formatie, positie bepalen, wanneer wil je wel regeren, wanneer wil je niet regeren. En tegelijkertijd tal van mensen heb die teleurgesteld zijn, die dachten dat ze in de Kamer zouden komen, die niet komen, die gebeld moeten worden, getroost moeten worden, een beetje aandacht nodig hebben. Ik heb eigenlijk zelf nauwelijks tijd om ook wat te zitten en te treuren. Ja, dat was Remy. Ja, schitterend voor hem. Kwam ik in de Kamer in 1994. En 1998. Dat is mooi als je met 2 zetels begint. En je komt op die manier kom je zo binnen. Dat is wel geweldig. Van 22 november 2006 in de Melkweg in Amsterdam. Dames en heren, ik weet niet hoeveel zetels het te worden. Maar het is meer dan misschien, verdubbeling. Misschien moet ik Jan en Femke maar eens voorstellen dat Paul de Pla de komende weken achter de schermen alles wat gemeenschappelijke dingen gaat zoeken. Ja. Nee, Nijmegen. Ja. Misschien is toch de manier om het te forceren dat we buiten de officiële formatie om op een gegeven moment iets hebben met elkaar. En dan zeggen, oké, die formatie duurt nu al maanden en komt er niet uit. En wij zijn het hierover eens. Ja. Wij willen wel beginnen. Jongens en meisjes, dames en heren, van harte gefeliciteerd. Mag ik even? Want het is gewoon stukken minder dan we gehoopt hadden. En dat is gewoon ontzaglijk kloten. Ik weet dat we er allemaal keihard aan gewerkt hebben. Dat we gedaan hebben wat we moesten doen. Er zijn vast en zeker fouten gemaakt. Maar ik geloof dat het slagveld wat hier is aangericht niet meer te verklaren valt uit fouten en foutjes. Er is veel meer aan de hand.
Ik wilde alleen maar zeggen dat ik op geen enkel moment de afgelopen maanden getwijfeld heb aan jullie inzet en jullie loyaliteit. Het fantastisch vond zoals we het gedaan hebben. En dat deze uitslag, als we over de teleurstelling heen zijn, ook nog weer ontzaglijk veel mogelijkheden biedt om de komende jaren te doen waar we het eigenlijk om doen. En dat is al die mensen iets beter perspectief op een iets betere toekomst te bieden. En dat gaan we dan dus gewoon doen. Linksom of rechtsom. Dus ik wilde dat toch even zeggen. Straks zijn we allemaal aan het bier drinken of aan het huilen of aan het lachen. Dat weet ik allemaal niet. Maar drink je er maar overheen. En morgen staan we er weer en zien we opeens wat er allemaal mogelijk is. In plaats van wat er allemaal niet mogelijk is. Denk ik. Dank jullie wel. Okay. Geven moet ik vooral even zonder. Ja. Ik vind het zo erg voor onze collega's. Die het niet halen. Pas op de kamer. Kan die? Of niet? Zeg jij ja, hè? En we willen ook wel bij jullie debat komen. Echt een scheffer is er bezig. Van jullie het signaal krijgen? Ja, ik wil het van jou horen. Zeg maar gewoon dat we gaan, Remco, anders... Yvonne, we gaan nu. Hallo? Ja, dus praten ze terug, ja, of niet? Kan het nou, of niet? Ja, oké. Dat was niet eens onverwacht, maar 33 zetels, dat is wel een beetje weinig. Even denken hoe ik het zeg. Vroeg laatst iemand aan me wat ik er nou van vind dat ik geen premier word. En toen ik die vraag kreeg, realiseerde ik me eigenlijk dat dat iets is wat me de afgelopen dagen en weken eigenlijk nauwelijks heeft bezig gehouden. Ik baal er verschrikkelijk van dat we niet de grootste zijn. Ik baal ervan dat we dus minder dingen tot stand zullen kunnen brengen dan ik graag had gewild. Ik baal ervan dat ik een heleboel mensen teleurgesteld heb en dat een heleboel collega's niet terugkomen in de Kamer die dat graag hadden gewild. En dat we medewerkers moeten ontslaan omdat we kleiner zijn en allemaal dat soort dingen. Maar ik heb eigenlijk nauwelijks chagrijn, laat staan verdriet gevoeld voor het feit dat ik niet in het torentje terechtkom. Even goed nadenken wat dat nou weer zegt over mezelf. Tot mijn stomme verbazing is de SP afgehaakt. Naar ze zeggen omdat het CDA geen zin in ze had, maar nou, en dan
de top at all ook GroenLinks nog weg. En die nemen zelfs geen eens deel aan wat voor gesprek dan ook. En zeggen, kom maar terug als het mislukt. Al dat geklets over linkse samenwerking voor de verkiezingen. En nu krijgen we echt de kans om het waar te maken na de verkiezingen. Als het serieus wordt over macht en dingen die je echt kunt bereiken. Dan haken ze af. Ik snap er helemaal niks van. Er wordt zelfs voor ons gebeden. Wij geloven dat u het hart van Jan-Peter Balkenende en Wouter Bos kunt laten bezwijken. Onder het besef dat abortus niet mag en moet worden afgeschaft. En wij bidden voor broeder André Rauvoet. Wat ook met dat nog eens zou gebeuren. Op een gegeven moment werd in dat gesprek dus in één groot armgebaar zei Balkenende van, nou ja, AOW en hypotheekrenteaftrek, daar beginnen we natuurlijk niet aan. En toen hebben wij wel even zo gedaan van, wacht nou even, realiseer je nou wat je doet. Hè? Je bent in gesprek met een partij die op die twee punten een profiel heeft, die andere partij trouwens ook, het ChristenUnie. En in één groot gebaar zeg je dat dat allemaal niet kan. Ik bedoel, jij moet er geloofwaardig uitkomen, maar wij ook. Dus er zal toch echt beweging moeten komen. Met name Jan-Peter zit enorm in, die wil dit echt doen slagen. Ja. Die zit er enorm mee als het niet zou lukken. En dan merk je dat er dus een enorme onzekerheid zit bij hun over hoe dit gaat lopen, moet lopen, waar ze zelf ook over hun eigen schaduw heen moeten. Ja. Kijk, wat ze wreekt, zowel toen ze moesten praten over de grote prioriteiten van het kabinet, als met Fischot. Nee, hun programma wil niks. Ze hebben een programma geschreven wat het electoraal goed doet, omdat het niemand pijn doet. En wat het bij het CPB goed doet, omdat er nergens pijnlijke ingrepen worden gedaan en er ook niet veel geld wordt uitgegeven. Dat was een buitengewoon handig verkiezingsprogramma. Maar er zit dus nergens een maatschappelijke ambitie. Er is nul beleid. Moeten wij dit lijstje? En dus is straks het lijstje van het CDA is vooral waar ze ons hebben kunnen tegenhouden. En dat is dus wat we ons nu ook psychologisch moeten realiseren. Dat wij willen 100 dingen. En zij willen 100 dingen niet. De uitruil is straks, we hebben er maar 50 van onze 100 en jullie hebben de andere 50 tegengehouden. Maar dat is voor hun een veel minder profijtelijke positie dan voor ons. Homohuwelijk. Fantastisch. Het eerste wat André zegt is dat het regeerakkoord zal een stevige stellingname moeten bevatten tegen de toenemende homovijandigheid in Nederland. Dat was het eerste wat hij op dit punt te berde bracht. Hij zegt, ik baal ervan dat wij gezien worden als anti-homo. Hij zegt, we hebben helemaal geen opvatting over homoseksualiteit. We hebben een opvatting over het huwelijk. waardeer dat nou ook even op wat hij daar zegt. Hè? Waar hebben wij nog meer belang bij als we buitenlandse zaken niet krijgen? Dat we ontwikkelingssamenwerking hebben? Of dat we defensie hebben? Nou, dan moeten we het nog even uit onderhandelen. Oké, ik spreek. Hoi. Ik merk dat naarmate de onderhandelingen vorderen, ik steeds beter in mijn vel zit. Het gevoel dat mijn intuïtie weer terugkomt, dat ik de dingen weer wat meer meester ben. Ja, dat ik eigenlijk aan het doen ben, dat waar ik het beste in ben. Dat is niet alleen over dingen praten, maar gewoon problemen oplossen. Dat vind ik eigenlijk hartstikke leuk ook. Blijft nu toch wel interessant om een beetje voeling te krijgen voor of er nou een soort consensus groeit over wat er precies gebeurd is, wat tot die verkiezingsuitslag geleid heeft. En... Nou, ik denk dat een van de grote dingen is, en dat reken ik mezelf ook een beetje aan zoals we hier zitten, is dat je ook terecht zegt van op waarde en normen hebben wij nooit een eigen domein kunnen formuleren wat van ons was. We hebben altijd op het schaakbord van de ander gezeten. Niet alleen op waarde, nee, op niks. Nee. Uiteindelijk op niks. Nee, we hebben wat hij gedaan heeft met waarden en normen, dat hebben wij in al die jaren nooit kunnen nadoen op een ander terrein. Nooit. Nee. Terwijl waarden en normen nu nog steeds op één scoort bij onderwerpen waar mensen hun stem door hebben laten leiden. Het maakt dus helemaal niet uit wat voor programma je hebt. Maar het gaat er vervolgens hoe je het uitdraagt. Je moet hem wel vervolgens met full force en full zelfvertrouwen en met een beetje plezier en een beetje zelfvertrouwen moet je dat vervolgens gaan uitdragen. Nou ja, dat hebben we natuurlijk allemaal niet. We gaan nu eens één stap verder, want waardoor
is dat niet full force uitgedragen. Maar dat is wat niet full force uitgedragen. Ja, die boodschap, dat verhaal. Dat had te maken met het feit dat we natuurlijk in die laatste paar weken over alles twijfelden. Dat we waren allemaal hadden twijfels, continu. Ja. Niemand heeft dat op het laatste boodschap in één zin kunnen formuleren. Ja. We hebben voor het eerst hebben we tegenwind gekregen. Wat we al 2 jaar zagen aankomen. En we waren er mentaal, toen het ons overkwam, waren we er gewoon totaal niet tegen bestand. Ja. Dus met een paar dingen een rol. Ten eerste heeft mijn intuïtie me in de steek gelaten tijdens deze campagne. Nee. Van de meest verschrikkelijke ervaringen. Mijn intuïtie, waardoor ik in 2003 won zonder dat er dingen voorbereid waren, waardoor we in maart wonnen zonder dat er... Die liet mij in de steek. Nee. Met dat coalitiefilmpje, met een paar interviews, met die Turken. Nee, maar dat was de week na het RTL-debat. Hè. Dat was de week waarin je potentieel het momentum had moeten vasthouden en dat liet lopen. Dat was daar allemaal te verklaren, al die momenten. Ik jou ga invullen, maar dat bedoelt ze niet. Ik bedoel, dan ga je nu je intuïtie... Nee, maar wat het betekende, is dat ik ook, als ik van mezelf zie dat ik zulke fouten maak. En een aantal van, daar zijn fouten gemaakt en er zijn ook een heleboel dingen verder aan uit te leggen, waardoor de fouten misschien iets minder zijn dan ze lijken. Maar niet te minder zijn fouten gemaakt, ook door mij daar. Maar je gaat dus dan ook wel aan jezelf twijfelen. En dan zoek je dus naar nieuwe dingen gaan houden. Als ik terugkijk, denk ik dat een van de redenen waarom de twijfel toesloeg in de campagne van de Partij van de Arbeid ook te maken had met het feit dat de vragen die ons uiteindelijk de das omdeden, vragen waren die al heel lang bekend waren. En we eigenlijk al die tijd er niet in slaagden het antwoord te vinden. En we dus de hele tijd op zoek waren naar een winnende strategie die we uiteindelijk niet vonden. En dat wisten we. En dat vrat aan ons. Ik ga altijd uit van heel optimistische scenario's. Ja, dat deed u gisteren ook. Maar niet wetende dat wat er nu ligt nog beter is dan wat er gisteren lag. En dat we er hard aan hebben gewerkt, ben ik heel optimistisch. Dankjewel. Is het ja of ja nu voor de fractie? Grofweg, er lijkt ruimte voor ons om, als wij dat zouden willen, EZ te krijgen. Economische zaken. Maar nog steeds in combinatie met het CDA op buitenlandse zaken en sociale zaken. Heb ik dus om die reden afgewezen. Dus ik voel aankomen dat als hij zelf concludeert dat hij moet kiezen, dat dan buitenlandse zaken onze kant op zou kunnen komen. In combinatie dan met economische zaken. Ja, we zouden ook nog kunnen zeggen in combinatie met onderwijs, als we dat belangrijker vinden. Maar dan zitten we nog steeds met 3-1 in die sociale-economische vierhoek. En dat lijkt me ook niet goed. Ja. Er komt nog bij dat natuurlijk onze potentiële kandidaten voor die post van buitenlandse zaken het verschrikkelijk moeilijk vinden om op die plek te zitten als er geen onderzoek gedaan wordt naar de geschiedenis van de Irak-beslissing. Dat zijn allemaal dingen waarover je met elkaar in gesprek blijft. Maar ik geef jullie even mee dat op dit punt er van mijn kant dus geen beweging is gemaakt vandaag. Anders dan aan te geven dat het echt niet zo kan zijn dat buitenlandse zaken en sociale zaken bij het CDA terechtkomen. De beweging van Jan-Peter heeft hij ook nog gemaakt dat zij dan integratie nemen. Dat heb ik ook afgewezen. Ik wil zeggen, dat willen wij echt, dat ministerie. En we zouden allebei weer eens teruggaan naar ons formatieteam en daarover praten. Nou ja, dat doe ik hier. Ik heb nog één vraag. Toen wij weggingen, toen zei jij in een hele korte zin tegen André, en als ze mij morgen vragen of ik naar het kabinet toe ga, dan zeg ik niks. Mm-hmm. Ik vind dat niet verstandig. Nee. Ik vind dat niet verstandig. Het moet geen spel meer worden. Jij bent daar voor ons te belangrijk en ik zou echt vannacht in je hoofd, als ze morgen daarna vragen, je presenteert een kabinet, je staat achter de inhoud en dan niet dat lullige van, nou nee, dat weet ik nog niet. Dat weet ik misschien na het Kamerdebat. Dat wordt er nog, en als je het niet wil, ik heb het gezegd en... Nou ja, kijk, ik vind het, er is veel voor te zeggen, maar dan zeg ik het ook vanavond meteen in de fractie. Want dan wil ik dat de fractie eerst van mij hoort en niet via de pers. Een extra argument om het vanavond te doen is dat, als je al vanavond zegt, de fractie kunt het programma goed en het is zo'n goed programma dat ik hem er ook voor in wil zetten. Ja. Dat is een extra manier om naar buiten te laten zien dat het een goed akkoord voor ons is. Dus het versterkt de boodschap van de fractie van vanavond. Dus ik vind dat hele slim. Alright? Ja. Dank jullie wel. Oké. Okay. Jan-Peter... Ja, duidelijk. Zeg, ik heb net formatieteam gehad en het leek ons geschikt dat ik vanavond aan mijn eigen fractie meedeel dat ik het kabinet inga.
En dat zal dan dus morgen ook gewoon aan de buitenwereld bekend zijn. Maar ik wil het graag eerst aan de fractie meedelen en daarna aan de buitenwereld. En dan weet jij het ook officieel, hè? Oké. Hey. Jo, dank je. Dag. Goed, ga ik iets zeggen over Bos naast mij. Ik ken hem al lange tijd, maar in een periode waarbij je zo dicht op elkaar zit, leer je elkaar nog beter kennen. Het ging echt aan de onderhandelingstafel er heel hard aan toe soms. Ik heb voor het eerst moeten ervaren dat we ook zelf heel hard tegen elkaar waren. Zo kende ik Wouter nog niet, maar die kwaliteiten bezit hij dus wel degelijk. Hij is te inhoudelijk. Dat remt hem ook in overleggen. Hij kan ook, en dat viel me heel erg op, dat hij hele zware kritiek krijgt, dan wordt hij heel lang stil. Dan moet je hem er echt bij slepen om daar weer overheen te stappen. Dat is allemaal geslaagd. Dat met een rat aan tafel als Verhagen. Met Wouter. Hoi, kun je even uitspreken? Ik bel je omdat ik het ver vind om je te vertellen dat in het uiteindelijke plaatje geen plek voor jou in het kabinet zit. En ik dacht dat je dat beter van mij kunt horen dan dat je dat op een andere manier straks verneemt. Maar misschien zag je dat bij de verdeling van de posten ook al een beetje aankomen. Maar dat is nu even op deze manier gelopen. En dat wilde ik je gewoon wel zelf vertellen. Kan ik me voorstellen. Kan ik me voorstellen, ja. Alright, hey. Ik spreek je morgen. Dag. Ja. De vraag blijft me bezighouden waarom ik niet totaal gedeprimeerd ben. Ja. Nu ik geen premier geworden ben en we de verkiezingen zo verloren hebben. En het zal best iets te maken hebben met dat de formatie gewoon alle energie vroeg die ik had. En dat ik druk bezig was en geen tijd had om te treuren. Maar volgens mij ben ik ondertussen ook alweer fors aan het rationaliseren geslagen. Over dat ik het allemaal niet echt wilde en zo. Volgens mij, ik heb gewoon verloren. Ik baal er verschrikkelijk van. Ik kan slecht tegen mijn verlies. En ik moet verder. Zoiets. Wat zei hij? De echte winst van dit coalitieakkoord is de erkenning dat de samenleving er niet beter van wordt als mensen aan de kant blijven staan. Dat we om de uitdagingen van de 21ste eeuw aan te kunnen iedereen nodig hebben. Dat de samenleving die gespleten en verdeeld raakt tot veel minder in staat is dan een samenleving waarin mensen wat met elkaar hebben. Dat je mensen enthousiast kunt maken over de toekomst, over vooruitgang, over modernisering. Zolang je ze tegelijkertijd houvast geeft. De zekerheid dat ze er uiteindelijk niet alleen voor staan. Het is nu 22 februari. Het is anderhalf jaar geleden dat ik begon met het inspreken van dagboeken. En afkoerste op de beslissing om mezelf kandidaat te stellen voor het premierschap. En een
heftige tijd in te gaan van verkiezingsstrijd, verkiezingscampagne. Het is nu precies op de dag af 3 maanden na die verkiezingen. Geen premier, wel vicepremier. Ik heb misschien qua programma in de onderhandelingen wel meer binnengehaald dan gelukt zou zijn als wij de vragende partij zouden zijn geweest. De grootste partij met de premier. En ik ben een vat vol tegenstrijdige gevoelens. Ik heb het idee dat ik een enorme klus geklaard heb. Terwijl die volgens mij eigenlijk nog moet beginnen. En de vraag waar ik misschien wel nooit een antwoord op zal kunnen geven. Maar het gevoel wat me wel bekruipt is dat het misschien nog wel leuker is. En ik er misschien nog wel gelukkiger van word in deze rol. Dan als het echt gelukt zou zijn. Wat ik 1,5 jaar geleden insprak. Irak is een puinhoop. Iran gaat nucleair. Israël is gedemoraliseerd en de Verenigde Staten zijn tot op het bot verdeeld. Tegenlicht zoomt in op het Midden-Oosten, 6 weken lang. Op de plaats des oordeels. Israël lives. Waar de nervositeit hand over hand toeneemt. Israel lives. Zijn we op weg naar een doemscenario? Volgende week in Tegenlicht het portret van een taboe. Het doen en laten van de machtige Israël-lobby in de Verenigde Staten.